Het gaat er steeds meer op lijken dat Rebel een partnership met Ford aan zal gaan. Rebel Racing zal op 3 februari de RB19 in New York aan de buitenwereld tonen. Maar Ford zal ook die dag aanwezig zijn met een promotieteam. Red Bull is op zoek naar een partner voor de periode vanaf 2026. Het nieuwe motorreglement is namelijk op dat moment van kracht. En het Oostenrijkse team heeft nog geen geschikte partner gevonden. Porsche was dichtbij een deal met Red Bull. Maar oneenigheid over de zeggenschap binnen het team gooide roet in het eten. Honda is nog altijd een kans hebben, maar die lijken een andere richting in te willen slaan. De afgelopen maanden kwam Ford in beeld. En in de wandelgangen ja, wordt er toch best wel veel gesproken over het Amerikaanse merk. Dat zou wel eens de nieuwe partner van Red Bull kunnen gaan worden. Ja, het doel van de het is om steeds groener te worden en schonere motoren te produceren. En dat valt nou precies binnen de missie van Ford. Ja, die zelf ook heeft bevestigd dat de drang naar duurzaamheid en explosieve stijging van de populariteit in de Formule 1 in de Verenigde Staten. Ja, het merk heeft doen overwegen om terug te keren naar de sport. De laatste keer trouwens dat Ford in de sport actief was, was in 2004 als sponsor van Jordan. Formule 1-journalist Vincenzo Landino legt uit bij The Qualifier dat de samenwerking tussen Ford en Rebel Racing tijdens de presentatie in New York wereldkundig wordt gemaakt. Red Bull heeft de lancering van een livery gepland in New York City op 3 februari. Ik heb van enkele van mijn contacten vernomen dat Ford op dezelfde datum enkele contentmakers en influencers naar New York City stuurt. Toeval? Ik denk het niet. Ik zeg het hier als eerst, Red Bull Ford wordt aangekondigd bij de lancering van de Rebel Racing F1 livery in New York City aanstaande vrijdag. Al dus Landino. En de head of vehicle operations bij Ferrari heeft plannen om hun pitstopproblemen te verhelpen met een uitgebreide training voorafgaand aan de start van het 2023 seizoen. Hij wil ervoor zorgen dat er dit seizoen geen herhaling komt en heeft aangegeven dat hij klaar is om komende weken 60 leden van de pitcrew te trainen tot een totaal van 1000 oefenpitstops. De teams zullen de stops uitvoeren in twee sessies in de ochtend en in de middag. En de Sauber Group heeft aangekondigd dat Audi nu officieel een minderheidsbelang in het Formule 1 team heeft. Beide partijen gaan in de toekomst samenwerken in de Formule 1. Audi als leverancier en Sauber als team. Ja, dat beide partijen richting 2026 gaan samenwerken om een Formule 1 team te vormen. Dat was al sinds eind vorig jaar duidelijk toen nieuwe leveranciers duidelijk moesten gaan maken of ze in 2026 de Formule 1 willen komen versterken. Nou, Audi die wil dit en gaat dit als leverancier dus doen in samenwerking met Sauber. De toekomst daarvoor is voor Sauber nog een beetje onduidelijk, want Alfa Romeo kondigde ook al aan dat de samenwerking met Sauber ergens dit jaar waarschijnlijk eindkomend seizoen gaat eindigen. Nou, Sauber in 2024 en 2025, dan nog in de Formule 1 blijft, dat is nog even gissen. Was hem dan het GPFans nieuws van de maandag. Vond je dit een leuke video? Nou, vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal en dan zien we je morgen weer. Tot dan. Hoi.